Hey boogschutter, dankjewel dat jullie weer kijken. Bedankt voor de likes, de reacties en natuurlijk ook de abonnementen. Ben je nog geen abonnee van mijn kanaal? Druk even op de button. Het helpt mijn kanaal en het zorgt ervoor dat jullie de filmpjes op tijd te zien krijgen. En dat is gratis. Bij de 3000 abonnees doe ik weer een winactie voor een personal reading. Iedereen trouwens bedankt voor de aanvraag van de personal reading. De horoscopen die nu nog steeds 25% korting zijn. En we beginnen maandag met de Love Yourself First cursus. Oké, boogschutter. Sterrenbeeld boogschutter. Wat is er belangrijk voor energie op dit moment, universum? Wat is er belangrijk voor sterrenbeeld boogschutter op dit moment? Wat is er belangrijk voor sterrenbeeld boogschutter? Boogschutter, ik denk dat je het niet aan de buitenkant ziet, maar dat je van binnen iets hebt van, was het genoeg wat ik gedaan heb? Had ik niet meer moeten doen? Een bepaald van schuldgevoel. En dat schuldgevoel gaat misschien terug over iets wat er eerder gebeurd is. En dat je jezelf afvraagt van, was dit genoeg? Maar ik denk dat de persoon waar je mee verbonden bent, boogschutter, dat deze persoon heel erg met jou verbonden is, de High Priestess. Dit is een hele diepe spirituele band, maar ook een hele diepe, ja, een energetische band die met jou verbonden is. Iemand die heel erg naar jou toe trekt of waar je verbinding mee hebt of in ieder geval op energetisch niveau die jou ook heel hoog heeft staan. Dus ik denk dat jouw schuldgevoel misplaatst is. Dat je, en misschien heeft dat wel te maken omdat er eerder iets gebeurd is waardoor jij dat gevoel hebt. En misschien is het voor jou niet heel erg duidelijk aan de oppervlakte. Dat het niet heel erg, het is een beetje under the moon. Dus het is een beetje verborgen. Het heeft te maken met jouw innerlijke wereld. Niet zozeer in het uiterlijk. Of dat mensen het merken. Of dat jij het zegt. Of dat je het laat zien of zo. Maar dat het wel van binnen speelt bij jou. En het universum zegt eigenlijk, nee, je hebt genoeg gedaan, boogschutter. Je hoeft niet daarover in te zitten. Dus misschien een klein beetje spijt of schuld over een bepaalde situatie. En dat mag je loslaten. Want het heeft nooit geen zin om schuld te hebben over dingen die gebeurd zijn, die zo gelopen zijn, waar misschien de ander niet eens weet van heeft. Dus het is jammer dat jij jezelf daarmee belast, boogschutter. Dus ik denk dat, als jij, misschien dat je ook wel naar een soort van bevestiging zoekt via dit mail, via deze video, dat jij daar misschien intern mee loopt en dat het nergens voor nodig is, dat het dus eigenlijk een bevestiging is via deze video. En dit heeft misschien te maken met iets wat er eerder is gebeurd tussen jou en iemand anders. En dat je jezelf dat afvraagt. Maar het universum zegt, het was genoeg. Dus je hoeft niet daarmee rond te lopen. Dus het is gevoelens van schuld of schaamte. Of hadden we maar dit of hadden we maar dat. Of had ik toen maar zo gedaan en niet zo. Ja, dat is altijd, dat kun je natuurlijk op alles van toepassing. Je hebt gehandeld zoals je toen gehandeld hebt. En ik denk dat het verloren tijd is als jij jezelf pijnigt met bepaalde schuldgevoelens. Schuldgevoelens zijn altijd een manier van spijt, het is altijd een beetje een nagevoel. En dat is iets wat je, denk ik, heel snel, tenzij het iets heel ernstigs is misschien, maar
Ja, wat je los mag laten, omdat het anders een belasting wordt voor dit moment, hè. We moeten altijd in het hier en nu blijven. En als het knaagt of zo, dan mag je jezelf wat meer self-love geven om weer in het hier en nu terug te keren. En bepaalde gevoelens mogen losgelaten worden om weer schoon schip te maken, om weer vooruit te gaan met een schone lei, zonder dat je iets met je meezult wat denk ik niet nodig is, boogschutter. Dus ik weet niet waar het mee te maken heeft, maar dit was een, ja, iets, een bevestiging van dat het niet nodig is. Oké, boogschutter, dat was het weer. Bedankt en tot de volgende keer. Doei doei!